Idrissi dan nog. Sanusi moet laten lopen. Naar de grond en een doelpunt. Mimoun Mahi tegen zijn oude club. We kijken met Mimoun Mahi naar zijn, in onze ogen, 5 mooiste doelpunten van dit seizoen. Ah, dit is ook een mooie. Pek Zwolle uit. Bakuna. Het kon wel tussen de benen door, maar Hatenboer had er niet al te veel vertrouwen. Het loopt allemaal goed. Mahi, wat een geweldig doelpunt van Mahi. Opvallend is dat Mahi net zo makkelijk scoort met links als met rechts. Dat is een goed balletje achterlangs op Mahi. En een prachtige goal. Ik probeer gewoon heel vaak gewoon niet na te denken. Ik probeer gewoon alles op gevoel te doen. Ik ben een gevoelspersoon en gevoelsspeler. Ik doe gewoon alles op intuïtie en ik denk er eigenlijk niet zo heel veel bij na. En of mijn bal nou aan de linkerkant ligt of aan de rechterkant, ik probeer gewoon zo goed mogelijk te raken. Heracles, stift. Mogelijkheid voor Mahi en die maakt hem wel af. Die profiteert van geklungel achterin bij Heracles. Dat was met links, hè? Ja. Het gaat wel evenwichtig, ja. 2 links, 2 rechts. Ja. Dat was wel belangrijk trouwens. En de ruimte voor Drost. Goed gegeven, Mahi. En goed geschoten. Ja, als je zeker bent, zoals Mahi is dit seizoen, en er al zoveel in hebt liggen, dan ga je gedecideerd om met een schietkans als deze. Ik was altijd een type die liever met links dribbelde en met rechts schoot. Dus dan is het al heel lastig voor een verdediger of voor een keeper om dat te bestuderen. Ah ja, laatste tijd dribbel ik ook even makkelijk met rechts en schiet die ballen even makkelijk met links ook erin. Dus dat is alleen maar, goed. En dan zie je gewoon ook echt dat ik echt stappen heb gemaakt, dat ik mezelf ontwikkel. En, dat is echt positief en daar ben ik echt blij om. Super trots.